Yo, goedemorgen YouTubers. Ik ben nogthans bij de Lidl geweest en ik heb me een boormachine gekocht. Een boormachine, een schroefmachine. Ik ga u laten zien wat dat is. Dat niet. Dit is de boormachine. Was een bij, die kwam 79, 80 euro ongeveer, 79, 98 of zoiets. Een boommachine. En ik vond het toch een hele goede kwaliteit. Ik had internet YouTube gekeken en die was toch heel ideaal. Dus ik ga eens laten zien wat er allemaal in zit. Even openmaken. Eens laten zien wat er allemaal in zit. Zo. Dus we gaan die de volgende openmaken. Eens even proberen te schuiven. Kist. We komen ongeveer hier, hebben we dat ongeveer zitten zo. Dat is het materiaal. Zo. Ah, zo. En dan hebben we dit zitten ongeveer boordjes. Deze boordjes, deze. Een meter. Dat prulletjes. Snijmes. Stanley mesken. Kijk, zo gaat dat toe. Dat is de koffer. Dan zet de koffer zo op. Wat zo in de koffer zitten, dat zullen we eens bekijken. Ik zeg dat het goed zwaar is. Ah, zo ja. Hier zit dan de batterijen. Dat is een met twee batterijen dus, en een lader. Die laadt op een uur, een snellader. Dus dan hebben we twee batterijen. Dus één batterij. De lader. Snellader. Ja. Een volt. En dan hebben we de, waar het over gaat, de machine. Ja, de echte machine. 20 volt. Oh ja, dat gaat goed. Het is al. Ah, hier heb je dan opzij een knopje. Hier. Eens kijken. Ah, dat is de batterij voor de volt. Hoe vol je batterij is, dus het is. Je hebt rood, geel en groen, dus die staat op groen, dus de batterij is al geladen. Deze batterij ook dan, eens kijken. Ja, die batterijen zijn al vol, die zijn al vooraf geladen. Dus we kunnen al direct starten. Dus een verre machineke. 25 koppel. 25 koppel zo te zien, ja. Je hebt dan boren, boorstand. Snelheid 2, die maakt, eens kijken, zeggen er 800 toeren en 1400 toeren op nummer 2. Dus het snelkoppel van voor. Heb je een lichtje aan. Ja, dat is niet slecht. En ook niet te zwaar in de hand. Valt best mee, zo leggen we dat. En dat is dan de kist. Leg je alles terug in de kist. Een heel fijne kistje. Valt best mee. Voilà. Erin. En dan terug dicht. Dat is toch degelijk materiaal. 80 euro is genoeg niet. Echt voor een hobbyman is dat goed genoeg. En dat is de kist. Hè. Dus dat valt best mee. Hè. Dan ga ik nog iets anders laten zien, Drek. Dat was de boormachine dan. Van Parkside. Ga ik nog iets anders laten zien. Dan hebben we hier nog een spuit voor spuiten te spuiten, zo, een paintsprayer, een laksproeier. Dat is dan deze. 400 watt. Maar dat is voor het meer voor tuinhuizen te spuiten. Die kwam maar 15 euro in de Lidl, ook van de Lidl, 15 euro. Dus dat valt best mee. Gaan we eens kijken wat in de doos zit. En dan zit er zo los in. Kijken wat we meekrijgen. Ja. Ah, dat is accessoire met een extra filterke.
dingen erin, stokje erin, vuldop. Wat is dat dan? Dan hebben we boekscan. Uitleggen naar talen. Dat is dan de machine. Dan is dat ongeveer de machine zelf. Ja. Ik val ook nog een reuze mee. Maar hier kun je de afstellen dat het erin is. Dan heb je een kop. Ik heb vroeger ook al zo'n ene gehad. En die is echt een dikke lak met heel zwaar verdunnen. Dan ligt een tuinhuis te spuiten. Een bescherming. Tegen bescherming. Tegen houtwormen en zo. Voor dat bruinsel te spuiten. Is deze eigenlijk wel ideaal genoeg voor te spuiten. Zelf ook als je binnen een huis. Je muren zo lijkt dat wit. Zo lijkt dat wit wilt spuiten. Dat is ook ideaal, omdat dat op waterbasis is. Dus die kun je ook verdunnen. Dan moet je misschien meerdere lagen spuiten. Maar alles wat je kunt verdunnen op waterbasis, kan deze spuit aan. Maar oude lakken, nee, dat moet je vergeten. Plastic dub, dat denk ik ook niet. Dat is toch... Dan gaat je die te veel moeten verdunnen. Dan ga je 20, 30 lagen op je auto moeten spuiten. Dan ben je lang bezig. Dan moet je een van 600 watt hebben. Die had je ook van 600, maar niet de Lidl wel online. Die kwam maar 60 euro, geloof ik. Als je pas die dubbel spuiten, dan moet je zeker een zwaarder hebben. Dan pak je best het zwaarst wat er is. Dat is meer voor tuinhuizen, carporten, hekjes, tuinhekken. Noem maar op voor de beschermelaar te spuiten. Hè. Dus te behandelen, zeg maar. Hè. Tegen water en vochten. Voilà, dan ga ik nog iets anders laten zien. Dat was dan de spuit. Oké, tot zo dan. Ja, dan zijn we aangekomen aan de... Borenslijper. De boren voor boren te slijpen die bot zijn. Dat is dit. Dus de Tool Sharpening Station. De Tool Sharpening Station. Dus we houden dat in de doos. Dat is de foto erop. Dat is het er. En dat is die dan de. Dat komt allemaal in. Gewoon zie. Snelle, gemakkelijke, scherpe elementen, boren en bijters. Hoogwaardige manslijf. Zit je, dan kun je boren en zo slijpen. Dat zo, kijk wat erin zit eigenlijk. Voilà. Kamerken vast wel aan de doos op. Dan hebben we eerst het boek. Dus de boek, uitleg. Dan zit dat zo allemaal in. Wat zit hier allemaal in? Eens kijken. Accessoires voor je boren te slepen. Dat is voor messen. Je die kop erop zetten. Dat is één. Dat is voor dan de boren ertussen te steken, denk ik. Op die kop. Dan moet je de boekspelige inlichting lezen. Nog een accessoires. En dan het toestel zelf. Ah ja, hier zit er nog iets anders in. Ja. Nog dat kopje. Ah, dat is nog een extra sleepsteen. Want hier zit een in, ziet je. Dus deze zit er een sleepsteen in hier. Ja. Dat is nog een extra sleepsteen. En dan stond de machine. Dan leg je deze. Dan stond de machine. Steek er een kop op. Die weegt eigenlijk bijna niks. Dan zie je die koppen dat ik gewoon op hier. Dit is voor een bijtel te slepen, deze stuk. En dan zullen we waarschijnlijk die andere dan moeten opklemmen. Ook op deze manier, erop ergens. Dan heb je gekeken in de boekskin. Nou, en die kwam iets van... Wat kwam die? Was ook niet zo heel duur. Ook iets van 15 euro. Dat is ook iets van 15 euro. Hoeveel ook nog mee. Dus, oh, ik heb de prijs eens liggen. Dat was... Deze machine kwam, Sleepstation 20 euro, 19,99. En de verre spuiter die kwam 29,99, niet 15 euro. Ah, oh, dat 15 euro, maar... Ja, dus de 80 euro voor de boommachine. Toch nog vrij duur dan, hè. Maar ja, als je dat ooit wilt kopen, dan raad ik je dat aan.
Dus op de Lidl heeft goede materiaal hoor. En de Lidl heb je heel goed materiaal, dus ik koop die altijd in de Lidl. Aldi is zo, dat materiaal deugt niet in de Aldi. Ik heb al zoveel gehad en pff, nee, Aldi niet. De Lidl is, je kunt ook op YouTube filmpjes kijken. Die merk van Parkside doet het heel goed, echt waar. Vooral Bora schroefmachine doen uitstekend. Kijk maar eens om te testen, die testen ze met Dewalt, met Makita. Die moeten er bijna niet voor onder doen, want als je de prijzenverschillen ziet van Makita, boormachine, schroefmachine kost 300 euro, dan heb je een voor 80 euro die het even goed doet. Voor een hobbyman is dat goed, voor een bus, iemand die in de bouw zit, ja, die kan misschien Makita of Dewalt hebben. Maar ja, kijk maar wat je doet allemaal, ik wens u het beste, peace, geef er een lab op en tot de volgende en het beste.